Ja, de Hummingbird Project is een heel fijn project. Ik had eigenlijk een film in Frankrijk, een hoofdrol, maar die was dan uitgesteld. En ik zat dan ineens 3 maanden zonder werk en dan belde mijn agent in Parijs van ja, je kunt misschien eventueel dat doen. En ze had mij dan het scenario toegestuurd en ik vond dat eigenlijk een heel goed scenario. En het was met Jesse Eisenberg en het was een heel klein rolletje. En het is ook maar een heel klein rolletje. Ik moet daar niet, moet daar ook niet aan nozen over doen. Ik heb denk ik 3 minuten screentime. Maar ja, het was opnames in Canada en het was heel fijn. En Jesse Eisenberg is echt zo een acteur die ik heel erg bewonder. En iets neurotisch heeft hij en een heel goede acteur. En ik heb dat heel graag gedaan. En ik mocht een Amish man spelen. Ik had toevallig ook een lange baard en lang haar toen. Want ik laat altijd alles groeien, totdat ze mij een rol aanbieden dat ze zeggen, je haar moet af. Dus ik laat altijd alles groeien en ik had een lange baard en kon dan zo met zo'n Amish baard spelen. En ja, ik heb het echt heel graag gedaan. Ik had maar 4 draaidagen, maar het was heel fijn. En Jesse Eisenberg is ook een beetje een vriend geworden sindsdien. Hij heeft al een paar keer in Gent geweest, hij is bij mij blijven slapen en zo. En ik heb daar wel goede vrienden en contacten aan overgehouden. Maar ja, om zo nu reclame te maken, Johan Eldenberg speelt in The Hummingbird Project, dat vind ik er ook wat over. Want allee, ja, ik heb een rolletje van 3 minuten. Dus ik heb me wel geamuseerd. Die Kim Nguyen kan het ook niet uitspreken. Zeg. De regisseur van Hummingbird Project voelt dat dat een gast is die een verhaal aan het vertellen is op zijn eentje. Allee, die weet zo goed wat hij allemaal wou. En soms was dat onomcijferbaar. Van ja, kun je dan daar en daar en zo en zo. En ik ben er toch een paar dagen geweest, ik heb zo kunnen kijken. Dan dacht ik, wat zijn ze mee bezig? En pas nadat ik de film gezien had, dacht ik van, ah ja, dat zijn ze aan het vertellen. En daarom die heel erg grote close-up. En daarom die slow motions. En ja, ik vind het wel een zeer bijzondere regisseur eigenlijk. En een hele bijzondere, hele lieve man. Ik heb ook auditie gedaan via Skype. En dat klikte ook direct met die gast. En die lachte me de hele tijd met mijn accent. Want hij zei, your accent is perfect. Perfect for the part. En zo ja, omdat dat is zo Pennsylvania Dutch. En ja, ik ben Nederlandstalig, dus die vond dat echt perfect. En ja, je mocht niet beter Engels spreken. En ik zei, oké, geen probleem. En ik heb dan een auditie gedaan. Perfect. En ja, die was heel hartelijk. Hele lieve man die weet wat hij wil. En zo moet de regisseur zijn. Ja, het grote verschil zie je in wat je op het beeld ziet. Dat, ja, als je die film ziet, de Hummingbird Project, dan zijn er hele grote machines in beeld en dingen. En ze zijn overal gaan draaien. En de Appalachians en daar en daar. En zowel Amerika rond. En dat kunnen wij niet. Maar de daad van het filmen is overal hetzelfde. Dus er is overal actiekut. En alles ervoor en ertussen. En, ja, ik heb Salma Hayek nooit ontmoet, maar ik heb met Alexander en Jesse wel zo een paar dagen in hetzelfde hotel gezeten en pintjes gedronken. En je voelt wel, zeker bij die Alexander Skarsgård, die was heel erg gefocust. Die had weinig contact met andere mensen, maar als je daar dan een hamburger mee zat eten of zo, dan was dat wel heel erg, gewoon, dat is gewoon een gast, ja. Dan denk je wel, dat is die gast van Big Little Lies die Nicole Kidman in elkaar mocht kloppen en dit en dat en zo en zo. Ik heb daar wel heel veel respect voor, maar die was zo gefocust. En die had zo ook zijn haar afgeschoren en heel erg gefocust. En Jesse ook op een andere... Het zijn gewoon andere mensen. Dat zijn Amerikanen. Tussen die mensen als spelers en wij als spelers is er geen verschil. Maar wel, er is wel een cultureel verschil, dat voelde. Die focus is anders. Wij hebben zo al rap zoiets van, kom, oh, we gaan ons amuseren, we gaan spelen. Maar die gasten zitten met een hele speciale focus. Ja. Een andere acteercultuur of zo heerst daar. Niet beter, niet minder, anders. Ik persoonlijk vond The Hummingbird Project wel echt een goede film. En voor mij gaat het ook ergens over. Het is een intelligente film, je gaat dat moeten ontcijferen over wat dat gaat. Het gaat eigenlijk over tijd, de jachtigheid van ons bestaan en of dat wel goed is. En time is money. En of dat we daar zo goed mee zijn met dat credo. Maar ook voor de hele goede acteerprestaties vind ik. Jesse en Alexander. En goed gemaakt. Het is een goed gemaakte, goede film die ergens over gaat. Met goede spelers. Cine.